Van 50 seconden meer dan gehalveerd. Communicatie, maar ik zou zeggen doorrijden, jongens. Ze doorrijden. Zijn er bijna. Ze zijn er bijna. En hij gaat nu pas op zijn grote gang. Op 13 seconden draait hij op. Op 13 seconden. Van Marken wel mee. Probeert er nog iets aan te nemen wat mislukt. Sagan komt hierdoor op 25 seconden. Met Christophe. Ze zijn daar nog met 5. Hier is er in de kant gesukkeld. Hier met 138 Pichot. We gaan naar Renaat. Ja, Van Avermaat dringt vooraan niet meer aan. Hij wacht op de terugkeer van Cancellara en Van Marken. En toch gaat hij versnellen. Hij probeert Van den Berg hier los te gooien op de grote baan. Een verrassingsaanval van Greg Van Avermaat. En Van den Berg is dat wiel kwijt. En Van Avermaat zet door. Ziet in de achtergrond Cancellara opduiken. Maar Van Avermaat probeert hier op deze manier Van den Berg kwijt te spelen. Sterk. Sterk. Weerbaar vooral. Ja, dat is een Van Avermaat die we nog niet gezien hebben. Dat is een nieuwe. Vertikt het om zich bij dit vertikt neer te leggen. Maar Van den Berg blijft wel aanklampen. Ja, ze moeten nu toch in die volgwagen gaan zeggen. Man rijdt door, dan heb je misschien een klein beetje voorsprong aan de voet van die Patersberg. Je gaat toch niet rekenen achter ja, deze man. Ja, dat hopen ze natuurlijk ook. In het kamp van BMC. Dat Van den Berg overpakt. Nou, was het maar om toch een beetje voor te blijven. Hè? Ah, hier is hem. Van Marken pakt over. En gelijk heeft hij. Als hij daar zijn doodvonnis maar niet mee tekent. Bonen komt nu weer aansluiten. Met Degenkolb. Met Degenkolb. En Langeveld. Sebastian Langeveld. En hier zien we ook nog, is dat Thomas? Normaal gezien wel, Geraint Thomas. Ja, en hier is het omkijken. Dan is die toch nog vooraan gekomen. Maar hier valt het nu wat stil. Van Avermaat straks naar de plaats waar hij er net nog tegen de grond lag. Komen de anderen daar al uit de bocht? Daar zien we de motoren. 12 seconden wordt aangegeven. Ja, maar hij heeft voorgift. Hij kan met een beetje voorgift aan de voet beginnen. Dat is belangrijk. Want dat was wat Roelands vorig jaar fataal was. Ja. En eenmaal mee beneden, eenmaal mee boven. Dat kan veel. Ja, ja, dan moeten ze hem afrijden. Dan kan het nog een steekspelletje worden tussen de drie Belgen en Cancellara. Tom past. Als ze dan elkaar begrijpen. Hier was het waar het gebeurde met Van Avermaat de vorige keer. Maar goed. Laten we zo meteen maar eens kijken wat er hier te gebeuren staat op de Paterberg, waar ze in één beeld gevangen zullen worden. En laten we dan hopen dat het moment van samensmelten pas na de top komt. Dan hebben we drie Belgen tegen een Zwitser. Ook deze mannen zijn niet ver. Maar dat gaat in principe uiteenspatten. We gaan naar de laatste berg. Het is er eentje van 370 meter. Het is wel een rodding aan het eind. Van Avermaat nu een klein beetje aan het recupereren toe, ook zijn Van den Berg. Wat als Van Avermaat Stijn Van den Berg losgooit? Dan komt hij alleen te staan. Ja, maar dan moet hij doorrijden en hopen dat... ja, laat ons maar wachten, laat ons maar hopen dat ze allemaal boven komen. En dan we kunnen koersen. Want als je de verhoudingen in acht neemt tot dusver, dan zou dat wel eens kunnen gebeuren. Cancellara ziet zich in de rijden. Ja, benieuwd of Ririm of Sepp van Marken vanaf of Cancellara kan volgen. Want het is toch wel een beetje zijn berg met zijn versnelling daar op de laatste 50 meter. Vooral dat rotstukje helemaal aan het eind. Ja. Zij zijn eraan begonnen. Met veel verven, met veel allure. Greg Van Avermaat. Met een voorsprong van een luttele 12 seconden. Ook zij komen hier nu door de bocht. Zijn dat nog wel 12 seconden? We klokken op 14 af. Ja, dan gaan deze mannen boven komen, of die twee gaan boven komen. Het zal een hele sterke Cancellara moeten zijn om dat gaatje dicht te rijden. Op 14 seconden. Van Marken gaat nog altijd mee met de sterke Zwitser. Ja. Die al twee keer de Ronde van Vlaanderen won. Hier zien we nu Nicky Terpstra met Degenkolb en Langeveld en Christophe en Bonen. En toch nog twee man van Sky en Leukemans en Sagan. Het zit allemaal nog dicht, hè. Hier op dat steile stuk gaat het camerastandpunt ook wel wat bedriegen. Waar komt de versnelling van Cancellara? Zit hier er is nog het in? Nu vechten tegen het kantelen. Zit hij daar berg, nog in? Van den Berg parkeert. Van den Berg parkeert. Hij ziet Van Avermaat kleiner worden en staat op het punt om gegrepen te worden door Sepp van Marken. Die hier een poging doet, die de rollen omdraait om de Zwitser eruit te gooien. Om de Zwitser eruit te gooien. Lukt dat?
Lukt dat? Nee, dat lukt niet. En nu opletten voor de counter, Sepp, want daar heeft hij een specialiteit van gemaakt. We zetten hem een beetje op de kant, dat is goed. Van Avermaat is boven. Van den Berg is ook nog net boven. Ja, die gaat en nu bezig, komt de aansluiting. Nu komt de aansluiting. Van Avermaat alleen. En dan Van Marke met Cancellara. Sagara. Sagan ook parkeren. Die anderen zijn Sigara. Onmiddellijk in de overname, Cancellara. Richting Van Avermaat. Het parcours werkt hoor. Dat in elk geval. Ja, het is mooi. Ook al hebben we de ene slagpartij na de andere gezien. We hebben het over die valpartijen. Die zijn ondraaglijk zwaar geworden. Maar het parcours van het laatste uur werkt. Het is een verschrikkelijk zware koers. En Van Marke is in uitstekende doen. Ja, maar ik zou voorlopig toch de trofee van de wedstrijd aan Van Avermaat geven. Die rijdt daar nog een goede 120, 130 meter vooruit. Normaal gezien zou je zeggen van Cancellara rijdt die andere eraf. Ja, dat is niet gelukt. Maar dat is niet gebeurd. Nee, niet gebeurd. En dan kunnen we met hoop spreken voor een Sepp van Marken in de sprint zelfs tegen Cancellara. Ja. Waarom niet? Maar Van Avermaat die gaat niet plooien, man. Ja, maar er zitten dicht en Cancellara is de tijdrijder. Mannen geeft hier een steun. Van den Berg zal in principe niet meewerken. Die kan zich wegstoppen achter het feit dat er nog drie man achterkomen. 8 seconden. Weet je nog, vorig jaar, toen hij Sagan... Hij is geïrriteerd, hè. Hij is geïrriteerd. Toen hij Sagan weggooide... Ja, dat is het! Go! Ja. Zo gaat dat, hè. Als het ploegspel niet meer werkt, dan moet het individueel spel komen. En dan is het gaan. En hij kijkt om. Ja, ik zou zeggen, wacht erop. Probeer nog iets te drinken. En dan eventueel nog eens van achter het gat wegdemareren, want daar is hij zowat een patent op. Renaat? Of ja, ze rijden er naartoe. Ondanks de aanmoedigingen hier aan de kant van de weg. De staf van BMC. Piper die zijn keel schoonschreeuwt richting Van Avermaat. Maar de grote motor hier in de achtervolging, uiteraard Cancellara, de tank. Opgelet. Als hier geen samenwerking is, dan komt dat terugkerend peloton nog. Ja, die zijn niet ver achter, denk ik. Dus ze moeten daar met drieën blijven doorwerken. Daar gaat Bonen. Bonen in de reactie. Op Geraint Thomas. De rijder nog voor. Terpstra rijdt daarvoor. Bonen gaat daar dus Geraint Thomas counteren, Renaat. Ja, en hier Van den Berg die het heel lastig heeft bij de aansluiting. Zijn bobijn lijkt me af. En dan zijn het Cancellara van Marken die Van Avermaat te pakken hebben. En kijken wat er nu gebeurt. Christophe hangt daarachter. Dat is maar 100 meter de achterstand voor de winnaar van Milan-San Remo. En dan zijn we hier nu met 4. Cancellara, Van den Berg, Van Marken en Van Avermaat. Als dit feestje doorgaat, staat er in elk geval een Belg op het podium. Zelfs 2. Het is nog maar 3 keer gebeurd in de geschiedenis dat dat niet het geval was. Van Marken die zich druk maakt voor Van den Berg. Maar toch maar oppassen, want er is een snelle opkomst met Christophe. En daar komen ze uit de bocht. En daar is inderdaad 1 man alleen. Van Avermaat die wil altijd rijden. Ik zou zeggen, Sepp, gaat u in het wiel van Cancellara zetten en rijdt mee. Of ga je nog proberen met een late uitval? Wat kan Van den Berg nog verzinnen? Daar is de winnaar van Milan-San Remo. Hè? En zegt de Italianen van, oei, wat is ons nu overkomen? Ja, Christophe, wie is dat? De grote versnelling. Hier heb je hem, Renaat. Ja, en 100 meter daarachter, zoveel is het zelfs niet, hangt Nicky Terpstra op zijn dooi eentje, op zijn uppie, met een voorsprong van dan weer een kleine 100 meter op het groepje Leukemans. Bonen dus in dienst van Van den Berg en in tweede instantie van Terpstra. Christophe komt dichter. Ja, dan hebben ze een probleem. Hè? Een dik probleem. Dan heeft ook Cancellara een probleem. En dus moet ook Van Marken gaan meerijden. Want als je met Christophe naar de sprint gaat... Op dit moment is het achter jou helemaal uit elkaar gespat, hè? Dus dat is gunstig. Hè? We hebben nog niet exact de tijd, maar het is uit elkaar van achter. Kom op, zorg dat je even nog door blijft rijden. Hè? Kom op. U hoort het aan de commentaren achter in de auto, dat altijd opgenomen materiaal is. Maar dat had hij natuurlijk al lang door. En Renaat.
Ja, eens kijken wie hier zit bij Leukemans. Gerrit Thomas, hier zitten Langeveld en Bonen uiteraard. En ja, Bonen vraagt hoe het zit in de koers. Moet ik hem dat nu vertellen? Goh, waarom niet? Iemand moet informatie geven. Die mannen die zitten op 32 seconden, maar het gevaar komt uit Noorwegen. Ja, maar dat gaat er niet toe komen, denk ik. Ik denk dat het een beetje stilgevallen is. Deze mannen hebben elkaar nu gevonden. Ik denk dat ze vertrokken zijn. Andermaal loopt hij op de trappers. Hier zien we Nicky Terpstra. En over de rug van Nicky Terpstra zien we in de verte de sterke Noor. Het is man tegen man. Die veel meer kan dan sprinten. Oeh ja. Het is man tegen man. De vierde van deze wedstrijd van vorig jaar. Terpstra die nu ondervindt dat het toch wat anders is om te soleren in zo'n wedstrijd als de Ronde van Vlaanderen, als in dwars door Vlaanderen. Van Marken nu vol mee. Zal daar dus de opdracht voor gekregen hebben. Nou ja, die gaat een opdracht geweest zijn die een beetje later gekomen is. Eigenlijk zat hij er net al aan te komen van rijd mee, want achteraan ligt het uiteen en we moeten niet wachten op die Noor. Nu ben je altijd, laten we maar zeggen, top 3, top 4. En weer naar Renat. Ja, maar nog eens laten uitzakken naar het groepje met Sagan, waar Devenijns versnelt, waar ook Fredo zit, waar Stibar bij zit. Hier zit ook Thomas Degenkolb. Dat zien we daar ook nog altijd. Is dat Galopin? Jawel, Chavanel zit hier. En ook nog Burkhard. Boeken toe voor Christophe. De Noor leeg in die eenzame achtervolging. Na 17 heuvels. Na heuvels die in de slotfase wat dichter bijeen gaan liggen zijn dan vorig jaar. Op Van den Berg, die moet nog wat verzinnen. Ja, maar dat wordt moeilijk, denk ik. Weinig versnelling in de benen. Dat en klopt. Er zal er toch altijd eentje bij zijn die gaat. Renat. Ja, uit het groepje Degenkolb. Twee renners die nu versnellen. Die proberen naar het kwartet met Bonen te rijden. En dan gaat het over Galopin en Vincent Jérôme. Mm-hmm. Dus outsiders. Met andere woorden, we hebben hier vooraan één favoriet. Al was voor mij Van Marken ook een van de favorieten. Laten we daar dus maar twee favorieten van maken. Van Avermaat was een goede outsider. En Van den Berg die zou eventueel kunnen profiteren van de aandacht voor de groten. Ja, Van den Berg op tijd meegegaan, op tijd mee. En zei Van Marken gisteren, wie is jouw kanshebber? En een van de namen die je noemde was Van den Berg. Hier Terpstra. Met z'n tweeën nu. Christophe nu samen. Dat lijkt dan iets beter, dat kan je even gaan aflossen, maar al op 26 seconden. Ja, in een wat verarmde trofeo Baraki. Renat. Ja, 26 seconden inderdaad. En dan staan ze eigenlijk ook nog op punt bijgehaald te worden door Thomas Langeveld, Leukemans en Bonen. Dat groepje lijkt er naartoe te rijden. En opgelet. We zijn op 7 kilometer van het einde. Het is nog wat vroeg om te speculeren, maar de Zwitser is rap, hè. Ja, in zo'n sterk, wedstrijd. Hè? Sterk, rap. Dat is geen dat er overblijft. Hè. Dat is geen dat er nog overblijft in de tank. Tel zijn tweede plaatsen maar eens op, hè. In Milan-San Remo. Ja, ja, hij kan zomaar van kop af de sprint winnen. Maar ook Van Marken is een rare kerel om naar de finish te komen. Vraag dat maar aan deze Tom Bonen. Of aan Cancellara zelf op de piste in Roubaix. Ja. Je hebt nooit zoveel tristesse gezien die avond in Sportweekend als bij Stef Van Marken. Pas op voor Van Avermaat vandaag, hè. Dat is goed zo. Ik heb hem nog zelden zo gezien. Afang. Drie landgenoten op 7 kilometer van het einde met de meest verwachte man op pad. Voor winst in een droomklassieker. Ja, die ze er dan toch niet kon afrijden. Tenminste, nee. Van Marken niet. Nee, maar dat kon hij vorig jaar in Parijs-Roubaix ook al niet. Nee, maar hier zat maar toen was hij al in dalende lijn. Hier zat een bergje in, hè. Eén bergje? Ah, ik bedoel, nee. De Patersberg, waar ze de versnelling geplaatst hebben. Dan had je helemaal op het einde nog eens geprobeerd Van den om Berg weg te komen. Even lonken. Van Marken laat Van den Berg inschuiven. U niet laten misleiden door het snoetje van Van Marken. Dat doet hij wel vaker. Toch nog eens even de benen losschudden. Ik herinner mij die Gent-Wevelgem waar hij ook wat last had aan het eind van krampen. Je zou voor minder krampen hebben. Lara die nog een beetje suikers gaat nemen. Dat is laat. Die gaan hun werk niet meer doen, denk ik. Van Marken, nu toch wat in pijn? Nee, het is vooral Van den Berg onder druk zetten. Van Avermaat lijkt inderdaad weer oké. Okay. Zal wellicht wel wat gedachten bij de inloopfase. Ja, goed. Laat me dat maar slim aanpakken. Zou die beurten toch niet te lang houden? Zet met een kleine versnelling achteraan. Greg Van Avermaat, ik zou die beurten niet te lang aan.
Doet het verstandig. Van Avermaat met reuze halen. Cancellara, die weet hoe dat aanvoelt, de Ronde van Vlaanderen winnen. Zowel in Meerbeke als hier, in de minder goede straat. Renaat. Onder het spandoek van de 5 kilometer en een veel betekenende blik van Cancellara richting Van Marken. Drinkbus overboord bij Van Avermaat, die dan weer gretig in de overname gaat. Van Marken is even gecheckt hoe het met het aangezicht van Van Avermaat gesteld was. Ik zal toch oppassen voor Cancellara dat hem niet met een aanval komt van achteruit. Dit is wellicht wat Van Marken in het oog wil houden. Beletten dat die Zwitser plots een versnelling hoger gaat schakelen. Ja, want als je dan op 10 meter komt, 20 meter komt, dan heb je een reusachtig probleem. Het is nog iets te vroeg om nu te beginnen spelen uiteraard. 35 seconden is genoeg, maar is nog altijd niet volledig veilig als ze gaan stilstaan. In een van de spannendste edities van de voorbije jaren. Al mocht de slotfase van 2 jaar geleden met Bonen, Pozzato en Ballander ook best wezen. Maar hier hebben we in de laatste 50, 60 kilometer toch een pak meer gezien, hoor. Wat mij betreft een geslaagde ingreep, dat nieuwe parcours. Ja, dat zit eraan te komen dat dit het wel eens definitief zou kunnen worden. Jammer van die talloze valpartijen. Korte snok. Hij dwingt ze in de nervositeit, hè. Met al zijn ervaring. Dan heel slim, hè. Nog eens drinken. Pas op voor die wagen daar. Die moet daar weg. Renat. Ja, een jurywagen die zich erachter posteert. Onder het spandoek van de vier. Met Van Marken in de overname. Met Cancellara. Met Van Avermaat. Ja, Van den Berg houdt zich relatief afzijdig. Dit is nog altijd een goede samenwerking tussen de drie anderen. Dat mag je wel zeggen. In de ultieme fase. Oeh. Wat een enerverende, nerveuze boel. Ja, en alle druk op de schouders nu van Stijn van den Berg, van die Omega Pharma Quickstep ploeg. Ja, is eigenlijk wel straf. Eruit gereden, terugkomen en meeschuiven. Heel straf. Maar ook straf het feit dat Cancellara geen sikkepit weg. En daar gaat Van den Berg. Daar gaat Van den Berg. Aanval van den Berg op 3,5 kilometer. Onmiddellijk de reactie van Avermaat. En dan Cancellara. Vanuit de heupen rustig blijven zitten. Dat gaat dan weer dichten. Van den Berg die nog wel eens even doorsnokt. Van Avermaat die goed meegaat. En dan Cancellara die dat gaat dichten. En dan Van Marken aan het wiel van Cancellara naar Renat. Cancellara die begint nu te speculeren. Van Avermaat. Hij wil dat Van Avermaat hier mee kastanjes uit het vuur gaat halen. En hij blijft hangen op die manier. Is hij ermee aan het spelen of wat doet hij? En nu gaat hij er naartoe en dan weer de benen stilhouden. Dit is echt wel pokeren wat Cancellara nu doet. Want Van den Berg speelt daar op dit moment dernie voor Van Avermaat. Ja, die wil Van Marken uit zijn kot lokken natuurlijk. Hè. Hij weet dat dat de man is die hem kan vloeren. En daar gaat Van Marken dan toch. Dat is niet echt slim. En dan gaat Cancellara naar dat wiel van Van Marken. En op die manier kunnen ze weer naartoe. Al gaat Van Marken daar nu toch wel eens aanzetten en tandje bijschakelen. En op die manier wordt de vlucht van deze twee toch weer geneutraliseerd. Gaat Van Marken door of gaat hij nu weer inhouden? Ze zijn elkaar aan het dood doen. Hè? Het is onvoorstelbaar. Renat. Ja, twee snokken en Van Marken is erbij. Uit zijn kot gelokt op 1 kilometer of 3 van de streep. Nu weer kijken en dan weer proberen Cancellara uit zijn hok te lokken. Maar dat lukt niet. De Zwitser speelt het uitgekookt. Dat mag je wel zeggen, omdat Van Marken hier alweer twee inspanningen geplaatst heeft. Daar gaat Van Avermaat. Daar gaat Van Avermaat. Onmiddellijk de flitsende reactie van Van Marken. En dan Cancellara. Ja. En daar gaat Cancellara. Daar gaat Cancellara. En nu. En nu. En nu. Tot op het tandvlees. En Renat. En weer de benen stil en dan wachten op de volgende. En dan zitten wij hier even geblokkeerd, want we moeten nu weg. Het zijn de voorlaatste kilometers die aan de gang zijn. En nu, ja, ze vallen stil. Ze vallen stil. Dit is een ideale moment om te gaan. Ajuus jongens, we zien u aan de streep. Ja, tot straks Renat. Nog 1,6 kilometer. Van den Berg naar de kop. Cancellara in tweede positie. Van Avermaat in derde positie. Toch nog eens even overleggen. Ja, Cancellara die vraagt, die weet niet echt waar de rest zit. Eens even omkijken dan. Tempo er nu helemaal uit. 4 kilometer. Ook Van Marken heeft zich vergewist van de situatie. Ze hebben nog 30 seconden. Cancellara dan maar naar de kop. Cancellara heeft dat in Milan-San Remo ook al wel eens gedaan. Gewoon resoluut doortrekken met bijvoorbeeld een Gerrans aan het wiel. Oh, daar hangt de vod van de laatste kilometer. We gaan naar een sprint.
Tenzij Stijn nog wat verzint. Ja, er zat er net toch nog wel iets op, hè? Stijn rijdt naar huis, hè? Ja. Naar Oudenaarden, hè? Dat is waar hij woont, hè? En het zou natuurlijk een fantastische bekroning zijn van een fantastische week. Papa geworden, weet u wel. Hij laveert. Cancellara. Van Marken weet niet goed wat doen. Opgelet. Nu Stijn. Nu Stijn. Nu Stijn, maar die raakt ingesloten. Er wordt toch gereageerd. En op die manier komt Cancellara aan het wiel van Van Marken. En dat is uitgekookt. Dat is uitgekookt. Dat is zeer uitgekookt. Lange beurt van Stijn van den Berg, die nu helemaal doorzet. Tussen de bordjes nu. Nu weer inhoud. Te weinig explosiviteit om weg te komen. Laatste kaart getrokken wellicht. We gaan naar een adembenemende sprint. Drie Belgen. Twee mannen die kunnen sprinten. Tegen een oersterke Zwitser. Na een verschrikkelijk zware wedstrijd. Van bijna stilstand. Het lijkt wel op piste gedoe. Oppassen nu. Schijnmanoeuvres. Geen dwaze dingen doen. 300 meter. Dat is heel traag. Van Avermaat nu wel meer geconcentreerd dan toen in de omloop het Nieuwsblad. Dat is heel traag. Oppassen nu. Van den Berg zit wat ingesloten. Gaan. Dat is lang. Dat is heel lang. Daar gaat Cancellara. Daar gaat Cancellara. En vangen ze hem op. Vangen ze hem op. Vangen ze hem op. Van Avermaat. Van Avermaat met lange halen. Cancellara is sterk. Cancellara is verdomd sterk. Komt Van Avermaat daar nog aan. Komt Van Avermaat daar nog aan. Cancellara wint de Ronde van Vlaanderen. Van Avermaat is tweede. Van Marken is derde. En Stijn van den Berg is vierde. Het is de kracht die het haalt op de sprintsnelheid. De uitgekooktheid. De ervaring. En Christophe is vierde. Vijfde. En hier komt Terpstra op plaats 6. Jongen. Wat gaan ze straks spijt hebben van allerlei aanvallen en manoeuvres? Want het zat er natuurlijk wel in. Maar Cancellara heeft ze wel afgedroogd op al zijn kracht. En hier komt Tom Boonen binnen voor een top 10 plaats. 7. En dan Geraint Thomas op 8. En dan Leukemans denk ik op 9. En 10e Langeveld. Cancellara wint zijn derde ronde van Vlaanderen. Punt aan de lijn. Met mevrouw Cancellara is af. Zijn vrouw. Ja. En dan komt daar Burkhardt. Alles uiteengesleurd. Alles kapot gevangen. Met Pichot bedankt. Een sprintje van kapot gereden mensen, lijven. Hier komt Nicky Seurensen. Dat moet hier Dries Deveneins zijn. En hier een sprintje voor de... Sagan, die dan toch tekort kwam. Ja, ja. En door Degenkolb gevloerd wordt. In een sprintje voor de erezaak. Stibar. Hier, José. Ja, Van Avermaat misschien een tikkeltje vroeger moeten beginnen. Ze zaten daar heel dicht bij de finishlijn. Zich een klein beetje laten verrassen. Het is eigenlijk Cancellara zelf die aangaat met een relatief kleine versnelling. En dan onmiddellijk voorgift neemt. En Van Avermaat die nooit meer is kunnen terugkomen. Iedereen bleef zitten op de plaats waar ze zaten. En laat het maar zeggen. Hij droogt ze netjes af. Ja, stuk voor stuk. Korte sprint. Maar het was voldoende. Na een wedstrijd met veel afbraak in de spieren. Is hij degene die het meest overschot heeft in de tank. En dat heb je nodig om een Ronde van Vlaanderen van dit niveau binnen te halen. Ja, maar dan mogen we toch blij zijn. Allee. Hij wint. Hij wint. Maar dan hebben we toch daarachter onmiddellijk twee man die misschien in de toekomst kunnen winnen. Die nog de jeugd een beetje mee hebben. De een nog wat meer dan de andere. En daar huist zijn fanclub in de Brasserie de Flandrien. En we gaan nog eens bij Trek kijken. Hoe zij het beleefd hebben. Dolle vreugde, denk ik. Wacht, ben ik maar op. Ja! 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 Woe! Wat zit er? Wat? Ja, zo! Fucking jump! Oh, man! Ja, en hij zat daar compleet geïsoleerd. Hè?
als het manschap al waren weg. Op een bepaald moment zat hij daar tegen vier stuks van Omega Pharma Quickstep. Die constant het overwicht behielden numeriek. Maar zoals hij een paar keer aangaf, wat zijn ze individueel waard? Wel, niet sterk genoeg. En hier is niks op af te dingen. Hè. Ook Van Marken komt niet meer aan een wiel, maar is wel derde. En ik zag een vuistje. Hij is dus tevreden met die derde plek. Ja, moet tevreden zijn met die derde plek. En men had misschien beter, maar ze natuurlijk makkelijk zeggen, oei, daar nog een probleempje even. Maar men had bij Omega Pharma toch wel in de plaats van Stijn van den Bergen, Terpstra of een andere man vroeger in het vuurlijn moeten gooien. Of dat beter zou geweest hebben, dat is dan maar de vraag. Ja, je moet kunnen, hè? Ja. Je neemt beslissingen onderweg en je denkt dat dat de goede zijn. Ja. En op een bepaald moment merk je dat de mannen die het moeten afmaken, de grote, Bonen, Stibar, Terpstra, dat die net niet groot genoeg zijn vandaag. En op een parcours als dit ligt dat niet. Nee, absoluut niet. Cancellara 1, Van Avermaat 2, Van Marken 3, Van den Berg 4, Christophe 5, Terpstra 6, Bonen 7, Thomas 8, Leukemans 9 en Langeveld 10. Dan Vincent Jérôme op 11, Burkhardt op 12, Sørensen 13, Devenens 14, Degenkolb sprint voor de 15e plaats, Sagan is 16e, Pozzato 17e, Stibar 18e, Chavanel 19e en Minaar 20e. Er staan wel namen, hè? Stuk voor stuk. We hebben 5 landgenoten in de top 10. Er staat wel een Zwitser boven. En gezien de finale die hij gereden heeft, een scheve situatie rechtgezet door zelf het initiatief te nemen op de oude Kwaremond, door vrijwel het grootste deel van het werk op zijn schouders te laden, kun je daar niks op afdingen? Nee, ik denk dat de meeste renners uit de kopgroep daar tevreden mee zijn, niet, maar ermee moeten en kunnen leven, absoluut. Hij heeft de koers naar zijn hand gezet. Hij was een van de topfavorieten en hij heeft het waargemaakt. Ja, dan kan je niks anders zeggen dan proficiat. 3 keer proficiat. Terecht. Goeie koers van Van Marken. Goeie koers van Stijn van den Berg. Daar zit Sepp van Marken dan toch weer met zijn vingertoppen en zijn haren. Zo was dat ook in Parijs-Roubaix. Benieuwd of de ontgoocheling even groot is. Gezondheid. 3 stuks. Hij komt daarmee op de hoogte van Tom Bonen. En de rest, hè? En de anderen die daar vooraan staan. In dat lijstje van toppers. Buissen, Magny, Le Mans, Museo en Bonen. Daar schrijven we nu Cancellara bij. De omhelzing tussen Dirk de Mol en zijn kop. Ja, nee, alle problemen die er in de ploeg geweest zijn met de valpartij van de Voller en anderen, dan kan ik me voorstellen dat niet alleen de ontlading heel groot is na deze overwinning van Cancellara, maar ook na alle miserie van een dag van 6-7 uur. Dat is echt, ja, oef. Meer dan oef. En ook bij Van Avermaat denk ik dat hetzelfde geval een beetje zal zijn. Dit is het UCI World Tour klassement. Contador, Cancellara schuift nu dicht. Alexander Christophe, Sagan, Van Marken, Nairo Quintana, Betancourt, Cairns, Rodriguez en Terpstra. Het is een klassement dat vooral geregeerd wordt door rondrenners, omdat de specialisten van de voorjaarsklassiekers, de eendagsklassiekers, daarin te weinig punten krijgen. We willen er iets aan doen in de toekomst, maar voorlopig is het reglement nog niet gewijzigd. Men hoeft daar niet te lang mee te wachten. Blije Zwitsers in Vlaanderenland. Van Sepp van Marken geweest en ik zou nu niet in de val getrapt zijn waar Van Avermaat en Van den Berg weg waren. Ik had daar gewacht en gegokt. Hij was goed genoeg om dat gaatje dicht te rijden en hij ging nooit of nooit of nooit het weer laten voorrijden hebben. Stond Van Marken wat klein in de sprint? Goh, ze waren wel dicht, hè. Ze waren echt heel dicht gekomen. Maar, wat bedoel je? Ja, dicht bij de finishlijn. Het was een korte sprint. Wel wind op de kop, dacht ik. Of wat zie ik hier? In de flank. Ja. Dus maar toch. Hij zet aan. En er is niemand Van Avermaat. Een kleine fractie van een seconde, maar dan nog. Niemand die ook maar dichterbij kwam. Hè. Niet Van Marken, niet Van Avermaat. Hier zien we Lars Bak binnenkomen. Van Bilze onder meer ook. Mannen die we onderweg tegengekomen zijn. Het is een hele poos geleden dat we Van Bilze op de tweede Kwaremondklim zagen aanvallen. Of in de fase daar net voor. En dan bijgehaald werd nog op die Kwaremondklim.
En nu op minuten binnenlopen. Zo hard is de Ronde van Vlaanderen. Ja, zo hard is inderdaad de Ronde van Vlaanderen. Als je ziet Nicky Seurensen een minuut 15. Dan komt er nadien al een groepje met Laurens de Vreeze op minuut 35, minuut 40, minuut 43. Iljo Keijsen nog op een 26e plaats. Dus die mannen mag je niet veel verwijten. Die hebben in blok wel een enorme wedstrijd gereden. En Van Avermaat, stond hij wat groot in de sprint dan? Nee, ik denk het niet. Gewoon, het was Cancellara die de sprint aanging. Hè. Mm-hmm. En daardoor sowieso iedereen op een fractie van een seconde zetten. Hè. Ik zat al eigenlijk in de sprint al te roepen van gaan. Want ze zat echt wel dicht. Als je dan het initiatief neemt, dan is de reactie altijd een fractie van een seconde later. En dan heb je misschien die halve lengte voorsprong. Als in dit geval misschien toch wel toegeven, zoals jij daarnet al zei, Cancellara. Ja, de man met het meeste vol helemaal op het eind. En hier zien we een groepje binnenkomen met de kampioen van België. Lars Boom, en daar zit verscholen inderdaad Stijn de Volder. En Husshofft. Verkrampt van de pijn.